Yes guys, welkom weer bij een gloednieuwe video. Mijn naam is Paul van Sprunnel. Voordat we de video beginnen, like en abonneer en comment even. Het is volledig gratis en zo kan ik ook video's voor je blijven maken. Vandaag heb ik een speciaal onderwerp met je uitgekozen wat ik dieper ga inlichten. Wat ik voor mezelf toepas, wat ik voor al mijn studenten toepas en dat is retargeting. En ik ga je precies uitleggen wat retargeting is, waarom wij het gebruiken, hoe wij het gebruiken en hoe jij dit dus ook voor jezelf kan gaan gebruiken. Super powervolle tool om advertenties op te draaien, om hoge ROAS te krijgen. Nou, wat is retargeting ten eerste? Retargeting is het adverteren richting mensen die al eerder in contact zijn gekomen met jouw website en jouw product. Je kan verschillende mensen retargeten. Mensen die bijvoorbeeld je video hebben gezien, mensen die 3 seconden van je video hebben gezien, 5 seconden, 10 seconden, 25 seconden. 50% van je video, bijna je hele video, bezoekers die op je store zijn geweest, bezoekers die op toevoeging aan winkelwagen hebben geklikt, bezoekers die een betaalgegevens hebben ingevuld. Eigenlijk allerlei verschillende dingen kan je retargeten. En mensen zijn ook veel likelier, in dit geval een Nederlands woord even vergeten, om een aankoop te maken, omdat ze namelijk vaker jouw advertentie zien. Vaak hebben mensen dus 7 contactmomenten met je nodig voordat ze een aankoop gaan doen. En typisch heeft het dus een hoger return on investment, omdat het verkeer veel warmer is en mensen zien constant jouw aanbod en jouw product terugkomen. Dat is gewoon de wet van herhaling en dan worden ze sneller klant bij en dat wil je natuurlijk en dat is ook het doel van je advertenties. Waarom zou je überhaupt dus je klanten retargeten? Nou, het is super makkelijk om deze campagnes op te zetten. Je kan op super laag budget. Ik ga je precies vertellen hoe wij dat doen. Dat kan je op 15 euro per dag doen of 50 euro per dag. Afhankelijk van hoe hard je wil schalen ook. En afhankelijk van hoe hard je product momenteel ook loopt. Of producten die je wilt gaan retargeten. Nou, zonder deze campagnes laat je dus enorm veel geld op tafel liggen. Omdat die echt een grote ROI hebben. Het kan echt je winst heel erg groot gaan verhogen. Als je al een product hebt dat dus goed loopt en al veel traffic heeft. Je kan dus voor elk product doen dat verkeer trekt. En ik raad aan om bij een product dat 25 sales heeft gedraaid, daar een retargeting bij te starten. Vanaf dat punt. Dat is wat ik voor mijn eigen stores doe. En dat is wat de studenten ook bij hun eigen stores doen. Nou, opzetten van de campagne. Even eentje terug. Ja, excuses. 10 verschillende adsets gebruiken we. En die zijn 1,50 euro per adset. Die staan op 15 euro per dag. En welke gebruiken we dan? Add to cart, video content, initiate checkout. Dan kom je op 4,50. Dan heb je nog 11,50 euro over. En dat zijn eigenlijk alle 7 van video viewers die je aan gaat zetten. Ja, je kan daar precies dezelfde creative als bij je andere product voor gebruiken, alleen een andere copy. Dus de thumbnail en de video kunnen in principe hetzelfde blijven. Wat ik je wel aanraad om te doen als je dit product al langere tijd draait en echt ver voorbij die 25 sales bent per product, raad ik je testimonial video's aan in plaats van dezelfde creative die je al gebruikt. Maar begin je met het testen en wil je snel handelen, kan je deze ook gewoon prima gelijk aanzetten. Kan ook precies dezelfde campagne maken, alleen dan op 50 euro per dag. Het enige verschil is dat je dan 5 euro per adset krijgt in plaats van 1,50 euro. En dan analyseer je dus met de 3-dagen regel. En gebruik er meestal een 10% kortingscode in je adcopy om weg te geven aan je potentiële klanten. Nou, waarom we die op 1,50 zetten? Omdat we die dan wat meer tijd geven om te optimaliseren. En met zo min mogelijk spend zoveel mogelijk uit Facebook ads willen halen. En wie wil dat nou niet? Nou, adcopies. Retargeting. Adcopy 1 is: vergeet niet jouw productnaam op te nemen. Voer bij het afrekenen de code 10, dat is de code die je zelf gaat bedenken voor je store, in om 10% korting te krijgen op jouw gehele productnaam of je bestelling in dit geval. Eindelijk het plezier dat blijft en nooit oud wordt. Stel het eenmalig in en laat het voor altijd staan. Daarna voeg je dus een korte productomschrijving toe van je product. En als laatste zin heb je: onze voorraad is bijna op vanwege de grote vraag. Maar omdat je deze advertentie zag, kun je de jouwe veiligstellen met een eenmalige korting. Heb ik nog een tweede adcopy voor je. En gebruik de code 10 om 10% extra korting te krijgen. Gebruik deze code bij het afrekenen en ontvang 10% korting op jouw gehele aankoop. Dan heb je de URL om dus jouw product te gaan claimen. In de headline gebruik je 10% korting couponcode met code 10, in ieder geval hoe jij deze ook wil noemen. Ik heb voor het gemak gewoon code 10 erbij gezet. En de beschrijving van de newsfeed link is gratis verzending alleen vandaag. Dat was eigenlijk de volledige retargeting video. En deze passen we dus toe van 25 sales per product.
Dus heb jij momenteel 25 sales op je product, wil je dit zeker gaan toepassen? Heb je momenteel nog geen 25 sales op je product, dan doe je iets grondig fout. Daarom heb ik ook 6 maanden coachingsprogramma, gratis Facebookgroep. Zorg ervoor dat je meer van mijn content gaat volgen. Abonneer je, helemaal gratis. Like, comment. Stuur me een berichtje voor 1-op-1 coaching. En dan check je weer terug in de volgende video. Ciao, ciao.